wat een opschrijf. En als jij denkt dat ik die gelezen heb, denk jij straks dat niet ik, maar zij jou opgeleten heb. Terwijl ik een jaar op te veel gelezen, alleen de recensie maar gelezen heb. Nee, het zit anders misschien. Ik ben niet meer dan meetstation, dat de genetische samenstelling van je pheromonen lucht op gedrag wil testen. Ik weet dat dat niks met zou te maken heb. Dat zou trouwens ook heel niet mogen, want ik ben ook nog een hartpatiënt. Soms maar zo wel is dat wat er achter de rug gebonden is. Later en louter een denkbeeldig is. Ogen thuis, ook zelfkastijding. De magie explodeerde bij maaltijdbereiding. De magie verslikte zich in de theelepel en dat in de magnetron. Want daar die pupil verwijdering, die stille blik en droomduiding. En deze jaar nu nog nooit zo duidelijk. En de blikken veel te heet, geen kruid thuis.